In de studio Den Haag zit Roderick van Grieken van het Nederlands Debat Instituut. U heeft het debat vanmiddag gevolgd. Wat is u opgevallen? Nou, ik denk dat de mensen die geluisterd hebben een heel mooi en spannend debat hebben gezien. Het ging er fel aan toe. De heren hadden er zin in. Men heeft fel op elkaar gereageerd. Er zaten mooie beeldspraken in. Kortom, een scherp debat zoals een debat gevoerd hoort te worden. Waar let u nou eigenlijk op tijdens zo'n debat? Er zijn heel veel dingen waar je op kan letten. Maar waar wij als debatinstituut met name op letten, als je het vanuit een debatperspectief bekijkt, is dat je met name gaat verdiepen in de luisteraar. En wat heeft de luisteraar nou van dit debat opgepikt? En wat maakt voor de luisteraar nou dat hij een beslissing kan nemen wie het het beste heeft gedaan? En ik heb daar eigenlijk een drietal categorieën voor. Drietal dingen waar ik op gelet heb. Ik heb gekeken naar wie het debat gedomineerd heeft. Ik heb gekeken naar wie nou eigenlijk het meest helder spreekt tijdens het debat. En ik heb gekeken naar welke politicus nou de mooiste one-liner kan neerzetten, waarbij die de aandacht van het publiek pakt en zorgt dat men blijft luisteren. Ja, als we dan kijken naar dat eerste criterium, de dominantie. Wie heeft er volgens u gedomineerd? Nou, ik denk als we naar dit debat kijken dat we kunnen stellen dat ook in dit debat weer Pim Fortuyn toch het debat echt gedomineerd heeft. Hoe beoordeel je dat? Dat is met name dat je kijkt naar wie nou echt het meest prominent aan het woord is en op wie men nou het meeste reageert. En wat je kan zien is dat tussen alle zes de debatten die gevoerd zijn over de zes verschillende stellingen, men voor een groot gedeelte steeds aan het reageren is op iets wat Pim Fortuyn gezegd heeft, maar soms nog voordat hij het woord gevoerd heeft al een reactie geeft op iets wat hij eerder gezegd heeft. Daardoor kan je zien dat iemand het debat domineert. We hebben een oud-Hollands gezegde dat zegt, het maakt niet uit als ze slecht over je praten, als ze maar over je praten. En ook dat deed vanmiddag wel weer opgeld. Want een groot gedeelte van het debat draaide om Pim Fortuyn. En tot in hoeverre dat werd doorgevoerd, kan je mooi horen in de eerste quote die nu gestart wordt. Ik moet niet steeds onderbroken worden, ook mijn kant. Ja. Ja. Dat is nou godspe. En anders dan houd ik mijn mond dicht, klaar? Nee, we willen u zo graag horen. Prima. Nou, dit was heel erg interessant. Dit was helemaal het begin van het debat, waarin de eerste keer dat Fortuyn geïnterrumpeerd wordt, hij in één keer ingrijpt en zegt van luister, ik wil kunnen uitspreken. Als je echter de rest van het debat volgt, dan tot in extreme toe zie je dat Fortuyn iedereen die maar aan het woord komt, keer op keer interrumpeert. En een heel mooi moment waarop dat het meest zichtbaar wordt, is bij het volgende citaat. Ik wil er één zin aan toevoegen. Eén. De organisatie verbeteren. Het wordt een en hele inderdaad lange. De weg beprijzen op een fatsoenlijke manier, zodat het helpt. En als je dan de vraag stelt, met wie zou je dat dan het beste kunnen doen? Met progressieve partijen en met de ChristenUnie die hier niet aan tafel zit. Want we hebben op dat terrein een heel fatsoenlijk programma. Ja, en met welke partij? Want we hebben zoveel partijen. Nou, hier zie je dus dat met een simpel woordje, komma, wat hij tot geloof ik 4-5 keer toe herhaalt, hij en de spreker totaal uit van zijn apropos brengt. Want je merkt dat Rozen Müller helemaal de controle verliest over zijn eigen zin. Maar je merkt ook dat je als luisteraar eigenlijk helemaal niet meer luistert naar wat Rozen Müller zegt, maar eigenlijk alleen nog maar aan het wachten bent tot Fortuyn nog een keer komma zegt. Nou, als je aan de ene kant van het begin van het debat zegt, ik wens niet geïnterrumpeerd te worden, maar je daar wel mee wegkomt dat je keer op keer anderen kan interrumperen, dan domineer je in het debat en is natuurlijk aan de luisteraar om te beoordelen of ze dat prettig vinden of niet, maar je bent in ieder geval duidelijk aanwezig. Punt. Ja, wie was het meest helder van de deelnemers? Het meest helder, nou daar is niet echt een duidelijke winnaar in naar voren gekomen. Er waren wel een aantal sprekers die beter in staat waren om hun boodschap gewoon in één zin helder neer te zetten en die ook, en dat wil de luisteraar zo graag, een antwoord gaven op een simpele vraag. Allereerst komt er nu een fragment waarin je te horen krijgt hoe het niet moet. Daar wordt gewoon geen simpel antwoord gegeven op een hele heldere vraag. Is het erg omschaft om te vragen, wilt u nu zeggen met welke partij u het beste kunt samenwerken? Ja, ik wou de spanning opvoeren. Dat lukt wel. De zenuwen gieren door de keel. Ja. Vooral als we op ons horloge kijken en zien dat de zendtijd bijna voorbij is. Het zit ergens in het middelpunt van de driehoek Dijkstal, De Graaf, Balkenende. Ja. Nou, hier wordt een hele simpele vraag gesteld van, goh, met wie wilt u nou uiteindelijk regeren? Dan zit de luisteraar thuis te wachten op een helder antwoord. En in dit geval gaat eerst Melkert er heel lang omheen praten. Hij zegt, ik bouw de spanning op. Dan ga je als luisteraar nog meer verwachten van, nou, nu gaat er iets spannends komen. En uiteindelijk komt er dus geen antwoord. Want hij noemt eigenlijk bijna alle andere partijen die op tafel, of die aan de tafel zitten. En je wordt eigenlijk als luisteraar dan niet bediend in wat je wil. Je wil een heldere vraag, die werd gesteld, en een helder antwoord. Ja, bij zo'n debat draait het vaak om one-liners. Hè? Die blijven immers het meest hangen. Welke lijsttrekkers scoren op dat gebied het best?
Ja, nou ja, dat is helemaal waar wat u daar zegt. Want uiteindelijk, als je kijkt naar grote verkiezingsdebatten uit het verleden, dan is men vaak van alle uren, honderden uren die daarvan zijn uitgezonden, 99,9% vergeten. Maar vaak heb je een echte knock-out die op een gegeven moment tot nog jaren daarna blijft naleven. Nou, zo'n knock-out was er vandaag niet. Helaas, dat was niet iemand die op een gegeven moment echt met één opmerking iemand anders finaal onderuit haalde of een punt volstrekt duidelijk maakte. Ja, ook niet wil je puin, kies dan fortuin? Dat was een. Ik heb lang zitten twijfelen wat ik nou de meest heldere vond van vanmiddag. Maar daar was Tom de Graaf inderdaad met zijn wil je puin, kies fortuin. Was daar een hele goede in. Die heeft dus een paar keer ook mooie citaten neergezet. Maar je kan je de vraag stellen, de luisteraar die thuis zit, die ondertussen misschien ook nog iets anders aan het doen is, hij zit of bijvoorbeeld in de auto, die zal dat soort dingen niet zo snel oppakken. Maar de goede, heldere, korte opmerkingen die mooi verwoord zijn, dat is iets dat beklijft. En dat is uiteindelijk wat je als goede debater, zeker denk ik in de laatste anderhalve week van de campagne, nodig hebt om uiteindelijk op 15 mei succes te boeken. Roderick van Grieken was dat van het Nederlands Debatinstituut. Dank u wel. The NOS.